Vandaag in Fayamiro's motovlog. Faya! Pompert is er ook. Alles in het leven draait om money, maar de story dat is. Yo, what is up motorrijders en andere mensen? It's your boy Fayamiro. Vandaag gaan we naar de Max B Rideout. Place is hier. Lijpe niggas zijn hier. Voor de oplettende kijkers, de Suzuki GX 1000 staat klaar. En voor de nog oplettendere kijkers, je kent deze bike ook nog wel. It's your boy Julian in de bus. Let's go! Ja, ja, jullie zien het. A4 Brug Restaurant. Het is de squad voor vandaag. We gaan even kijken wat we gaan doen. Yeah, yeah. Let's go. It's de enige echte Mr. Organisator vandaag. Bro, gezellig, leuk dat je er bent. Ik wil iedereen hier bedanken voor zijn opkomst. Ja man, veel bikes al man. Je kan niet alles tegelijk zien op video, maar daar staat nog wat meer. Pompert is er ook. Pompert, ja ja. Yo boy, Faya met Kiwi en met alleen maar leuke mensen hier zo. Full throttle MC in de building. Je weet zelf. This is your bike. Can you tell me more? If I look at the front part, it looks like a tour bike. But if I look at the back, it looks like a racer. Yeah, it's TLS upgraded with the cylinder head, piston, rods and crankshaft from the air model. Hope it's gonna be a cool, fun bike to drive. It's a really nice bike, man. Hope you enjoy. Let's enjoy the ride for today. Thank you, man. Hope the weather will stay good. Yes, yo. Je kan het zien. We zijn al vertrokken. De eerste bike rijden al. Ga snel de handschoenen aandoen. En dan gaan we mee met de gang. Je weet zelf. Sleutels. Ja. Yeah. Oké dan. Handschoenen aan. En dan gaan we mee. We zijn onderweg, zitten op de A4, we gaan meteen rechtsaf daar. Dit is die guy van net met die mooie mixbike en ik sta nu echt in het midden van de groep. We blijven even hier zit er een hele delegatie die achter me aankomt en dat er een hele groep voor me geeft is. Ga lekker genieten. We gaan richting Katwijk aan zee. Hashtag Bike Life van Nemo. Lekker hoor. Heerlijk jongens. Deze prakka. Het lijkt op een sportbroek, maar het is toch wel echt een motorbroek. Je kan die dingen in zoveel casual uitvoeringen krijgen. Dat is wel echt geweldig.
kijken of er geen flitspalen zijn. Met een roze helmpje. Gangster hoor. Het heeft precies dezelfde bike als mijn Mattie Izzy. Die man zie ik trouwens echt veel te weinig man. Izzy, kom rijden man. Kom rijden man, nibbel. Precies dezelfde kou als hem. Daar rijdt Max. Zo'n gele FZ1. Zijn de betere dingen van het leven? Iedereen er weer door. Hoor die sound, hoor die sound, hoor die sound. Hoor je het? Pompert Life is hem lekker aan het blokken voor ons. Zodat we lekker door kunnen rijden. Yes, yes. En dan kunnen we weer lekker verder. Zo, dat was close call.
met het uitzicht, jongens. Lekker weer, hoor. De zon schijnt weer prachtig. Goed geregeld, Max. Mooie dag gekozen. Het is weliswaar moederdag. Het is voor alle moeders. Fijne moederdag. Tijdens dit is het geen moederdag meer. Maar je ziet het. Al deze jongens hebben toch even een paar uur genomen om even met hun bike te genieten. Ik hoop dat ze net als mij de rest van de dag hun mama helemaal in de watten gaan leggen. Ik ga mama straks een leuke doosje geven. Ik ga met haar uit eten. Ik hoop dat de rest het ook allemaal geregeld heeft. Dat ze mama een beetje gaan verwennen vandaag. Dan vergeet dat nooit, jongens. Als je nog een moeder hebt, wees goed voor haar, maar wees de fucking beste zoon of dochter die ze zich kan wensen. En boys, als je met een meid gaat en je verkleinen met haar, man, behandel haar altijd met respect. Ook al wordt ze op een gegeven moment je ex of zo, dan blijft de mama van je kind, man. En als zij niet meer het belangrijkste is in je leven, wat ze waarschijnlijk ooit wel was als je een kind met haar hebt, dan zal je kind waarschijnlijk nu het belangrijkste zijn in je leven. En je moet je voorstellen, hoe zou jij het vinden als iemand disrespectvol met jouw moeder omging? Dat zou je ook van jou vinden, snap je? Dus zorg ervoor dat je gewoon respect hebt voor die kleine zijn moeder. Want jij bent waarschijnlijk, als je het een beetje goed past, ben jij het rolmodel in zijn leven. Dus laat hem gewoon zien hoe je vrouwen met respect behandelt. Laat hem zien dat je hem respecteert door zijn moeder te respecteren. Snap je? Maar goed, genoeg over die spirituele BS. Gaan we lekker verder met de rit. Kijk gewoon hoeveel bikers hier zijn, boys. Dit is toch niet normaal? Ik heb even een paar verkeersregelaars ingehuurd, zoals je kan zien. We houden even iedereen voor een zegen. Ik vind deze achterlichten wat dope, man. Volgens mij zijn dit achterlichten inclusief knippers. Vette dingen. Liedje maken. Free time. Hey, Pompert. Samsa. Kijk, ze gaan dan. Bikers. Bike life van Nemo. Daar gaat nog een andere biker. Stil met de groep. Even kijken hoe de rotondes gaat doen. Oké, daar staat iemand. Oh, top, super. We moeten maar één afslag hebben.
baby. Dat was wel even zielig. Dat is een vrouwtje met een paard. Een paard werd helemaal wild. Ja, het zijn van die dingen, daar heb je geen invloed op als je op een paard zit. Nou, iedereen weet dus dat er een flitspaal is. Dus als er iemand thuis komt met een boete van deze paal, dan is hij echt dom. Ik hoop dat er niemand door rood rijdt, want die heeft gewoon meteen een fix probleem. Nou, je ziet dat een deel van de groep al bij ons aangesloten is. Kijk jongens, zo hoort ie. Goed zo jongens. Dag oma. Wat een lieve jongens hebben we toch in de groep, hè? Wat een lievertjes allemaal. Waar gaan we heen? Linksaf. Waar gaan we heen? Als het aan mijn lichtbalding gewoon is. Even kijken, hier kunnen we zien welke stad we binnenrijden natuurlijk. We zijn nu bij Noordwijk. Ah, oké. Oh, lekker man. Klap bij die uitlaat. Ik hoop echt dat het te horen is op de video, man. Damn, son. Dat was Pompert, a.k.a. Jur, a.k.a. je weet zelf, Mr. Boeza. Gaan we dan. Lekker op, boys. Deze vuist is het gebaar van samenkomen, stoppen. Jurgen gaat denk ik even een lekkere streepje leggen. Wat nu hoor! Mr. Streepexpler! Het gaat gebeuren, dinges! Het gaat gebeuren! Zag je dat? Wie kent deze bike nog? De Suzuki RF 900. Julian! Huh? Lekker hè? De leven vriend, de leven! Ja. Moet je zelf doen! Lekker hoor boys, de leven! De squad! Ja toch, ja toch. En lekker hè? Ja toch, Roy. Lekker of niet? Lekker man, je weet zelf. De salsa dansende motorrijden. Je weet zelf. Salsa dancing bikers. Yes yo. Dan gaan we dan weer. Ik ben er weer mijn sleutels vergeten. Ai, 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 ai. Waar heb ik ze gezet?
niet hier, waar zijn die dingen? Ja, vond ik in mijn linkerbroek zat. We gaan alweer bijna rijden. Even opschieten. Zo erin. Af, hè? Als je aan het rijden bent en dan staat tegenover je een flitspaal en die staat deze kant op gericht naar jou toe, dan flitst hij natuurlijk niet je kenteken. Maar wat gebeurt er dan met de foto? Ja, moet ik nog fixen? Ja, fix ik nog wel. Net nieuwe microfoon. Skoto. Popper. Ja, ja. Wat zit je te kijken dan, bro? Wat zit je te kijken? Video. De muziek toch? Ja toch, lekker man. Lekker, heb je erbij. Dit is de bike die Suzanne ook heeft. De Suzuki GSR 600. Een welbekende bike voor de mensen die al wat langer kijken. Rij maar. Neem me mee. Verder. Even een alternatieve route nemen natuurlijk, want de weg was afgesloten waar we origineel heen wilden. Wheelie time, baby baby. Dikke kawa. GoPro Hero 7 op zijn helm. GoPro Hero 3 op zijn stepje. Eerlijk gezegd weet ik niet wie dit is. Dit is de vlogger. Wee yo, wat nee. Dit is de vlogger, kennen jullie hem? Laat het even weten in de reacties. Ik ben wel benieuwd hoe deze beelden eruit gaan zien. Oké, dan. We gaan rechtsaf zo meteen. Rechtsaf. Lekker hoor! Kunnen we nog een wheelie maken? Kunnen we nog een wheelietje maken? Tuurlijk kunnen we een wheelietje maken! Daar hebben we Mr. T met de dikke boesa. Boesa, 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 baby! Lekker hè? Riding with passion! Lijpentori. Nee dan, we gaan rechtsaf. Kijk die smokken dan. Jur is weer bezig hoor. Jur is weer, iedereen visiertje dicht. Jur is weer busy, kijk die streep. Wee, kijk die streep. Jur is weer bezig geweest hoor. Pompert live. Mijn motor is nu, was net 92 graden, ik zie hem maar langzaam teruglopen naar 90. Dat komt natuurlijk omdat we net stil hebben gestaan, de rijwind koelt hier weer wat af. We zitten nu weer op 89. Dus het gaat weer langzaam aan naar normalere temperaturen. Hier komt de flitspaal aan.
Je ziet dat iedereen elkaar probeert te waarschuwen door dit gebaar te maken en te wijzen naar de flitspaal. Waardoor iedereen die erachter komt weet dat er een flitspaal aankomt. En als je een goede groep hebt, zal iedereen dat gebaar echoen. Waardoor ook iedereen tot aan de laatste man weet wat er aan zit te komen. Met een Nike-tas en de Ape-hangers. Ik denk dat ik het wel een keer wil proberen. Weet je, je kan niet zeggen hoe iets is als je het nooit geprobeerd hebt. Dus misschien moet ik het een keer proberen. Hoort erbij. Zeker, zeker. Geef alvast een like, comment. Alvast like, comment, subscribe. Jullie horen het. Twitter, Instagram. Overal. Lives, overal. Alleen niet naar mijn huis. LinkedIn. Dan heb je een probleem. Bike life van Nevo. Hi peeps, ik ga het hierbij houden vandaag. Wow, yo, mijn thanks is jongen. Max, thanks voor het regelen. Ja, dat is echt een dope dag, man. Tuurlijk, graag gedaan. Blazy, gaan we naar Oslo? Wat ga jij doen? Ik ga naar Oslo. Ja, bro, het is moederdag, man. Mijn moeder ook wat aandacht van me, of niet? Ik ga even kijken welke moeder ik aandacht ga geven. Ja. Welke milfie bedoel je? Nou, dit was de Max B Rideout. Ben je nog niet geabonneerd op zijn kanaal? Doe dat super snel. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat heel snel. Volg je Blaze nog niet op Instagram? RPW Bike Life. Sowieso, wat staat RPW voor? In principe zijn het initialen, maar het staat ook voor Riding with Passion. Weet zelf. Simpel. Oké dan, see you next time. Ladies! Handhaving live! Handhaving live, jongen! Toezicht live! But first, let me take a selfie. Thuis is staat klaar. Stop.